achterlangs beginnen. Dus hondjes netjes links naast ons. En dan mag je beginnen. Nee, voor. Voor. En dan achterlangs. Daar beginnen we mee. Doe maar met haar. Doe maar, Theo. Doe maar, Yvonne. Wil die alles verder goed bekomen naar de... Hè? Maar hij beseft ze eigenlijk nu dus dat hij balloos is. Ah, toe maar, gaan we lopen. Ja, er was nog één mededeling vergeten. Willen jullie voor je examen dingetje allemaal weer een foto insturen die je erop wil hebben? Anders moeten wij weer gaan kiezen. Ik heb natuurlijk een hele verzameling ondertussen al. Dus het is voor mij altijd wel makkelijk kiezen. Maar het is leuker als jullie hem zelf even appen. Vraag de aandacht. Voorwaarts. Voorwaarts. Hi Theo. Nee. Hier. En dan zit er in dat groene tasje zitten takers. Die flatten hier, weet je wel. Die moet je eventjes in een lange lijn proberen rechts mogelijk uit te zetten. Rechts omkeer. Halt houden. Heel saai, op het moment dat ik nu rechtsomkeer of linksomkeer zeg, wil ik eigenlijk dat jullie heel hard tellen. Dus rechtsomkeer, 1, 2, 3. Ja, doe maar hard op. Dan zie ik ook hoe het gaat. Vraag de aandacht. Voort. Naar rechts. Alleen maar naar rechts. Astrid, ja. Naar links. En daar komt hij. Rechts een keer. Links een keer. Halt houden. Leg je hondje af. Even een beleefcommando. En ga zelf een meter of vijf voor je hond staan. En als je je eigen omdraait, kijk je hem niet aan. Je kijkt over hem heen, hè? En dan doen we voordat we teruglopen naar de hond, even een rondje draaien. En voort. Rechts omkeert. Links omkeert.
Halt houden! Riempjes eraf! De aanlaten dat de grof kan trappen? Ja. Voorwaarts! Let op, volg! Rechts een kind! Let op! Hier! De rest die nu nog loopt, even halt houden. Hou je om bij je even. Extra. Morgen. Molly, hier. Charlie. Zit. Hier. Blijf. Blijf. Hier. Heerlijk, hè? Van die spelbrekers voor jullie, hè? Echt van, leren jullie het je hond nou iets? Molly, voor. Doe de riem er maar even aan, want Molly is natuurlijk pas net aanwezig. Die heeft de hele begroetingsrondje nog niet gehad. We gaan zo eventjes de riem, ja, riem er weer aan. En dan gaan we zo meteen voorwaarts. En op het moment als ik dan zeg naar links, gaan jullie achter elkaar aan. En dan tussen de targets. Met de hond. En dan op het einde legt die ring. In die ring op het einde gaat de hond even in af. En dan loop je weer door naar je plekje daar op de rij. Ja, graag de aandacht. Voorwaarts. Naar links. En nu allemaal achter elkaar, hè? Hou ze erbij. Het riempje zit er weer aan. Daar. Zo, netjes af. Moet je heel even kijken in die bak wat eruit. Want er lag ook een mat in of zo. Ja, die blauwe mat die moet er wel even uit. Een beetje te groot. Ja, en die twee grote knuffels ook. Hier. Oh ja, want dat vindt Teddy zo leuk. Ja, zit, daarom. Zit. En er blijft zat over. Hier heb je rosjes. Oh, je hebt wel rosjes. Goed zo. Dan moet je hem even zetten, maar op die mat. Daar, ja, die hele snuffelmat, bak. Dan zet je hem weer niet te ver achter. Ja. Oh, is een volbak? Ik zie het. Ik zie dus een volbak. Ik moet bijna niet zien. Nee. Doe nou. Een volbak. Dan wil ik dat Yvonne vast aan die kant begint. En zo meteen aan die kant. En dan gaan we even de zitoefening doen. En dan zit, blijf. Ja, en dan tot het midden. En dan weer terug naar je hond. Dus Yvonne mag vast daar beginnen. En dan mag Theo zo meteen aan die kant beginnen. Of weet je wat? Astrid, doe jij maar vast daar beginnen. Ja, zit, blijf. Tot aan het midden lopen en dan weer terug je hond ophalen. Blijf. En in het midden geven jullie elkaar een hand, hè? Goedemorgen. En weer terug. Keurig. Dan mag Theo aan die kant. Jip aan die kant. Yep.
Zit. Blijf. Blijf. Zit. Goeiedag, leuk. En weer terug. Maar Theo van die kant. Denk, ze waren allemaal zo gericht op die snuffelbak. Ik denk even zitten oefeningetje doen. Dingen. Hij vergeet een hoop, Theo, maar als hij een handje wil geven met een vrouw niet, hè? Het is een handje. Nee. Alex naar die kant en Molly naar die kant. Zit. Doe je de rindro, kom Theo. Blijf. Ja, dat gaat toch niet zo snel, hè? Twee mannen naar elkaar die hand geven. Ja, zeker. Ja. Molly, hier. Blijf doorgaan met je stem, hè? Ze is stout. Molly, hier. Molly. Hier. Maak die afstand korter, als je zo mooi de kans hebt. Luister jij, hè? Luister. Dat is wel met de volgende opdracht blijven. Ja, dat bedoel ik. Jullie mogen zo meteen. Als je aan de beurt bent. Targets, zich zagen. Ik ga alleen de hoepel hier neerleggen en dan vanuit hier hond in de hoepel zitten en dan commando zoek naar de ballenbak. En dan mag Yvonne vast als eerste en zodra je voorganger met zijn hond in de hoepel zit, mag de volgende lopen qua targets. Door zelf aanwezig te zijn, hè? Qua. Zoek. Nee, het is Truus. Haal op, hè. Maak die afstand korter, hè. Die riem zit er niet voor niks aan. En commando zoek. Zoek. Ga zitten. Ja, dat weet ik niet, maar we moeten eerst wat anders doen, hè. Dus dat type hoeft niet. Nee, ik wil een privé zoekbak. Nee, is niet nodig hier. Ja, dat weet ik. Daarom laat ik dit ook van tevoren doen. Gemeen, hè? Zo gemeen van mij. Natuurlijk willen ze allemaal tegelijk naar die... Ja, maar ze hadden daarom geen eerste zitoefening doen, want toen ze al zagen dat Erik met die bak bezig was, zag ik al een hele hoop oogjes. Deze kant, hoepel, neem er mee. Hup, commando erop, zo ja. En dan zitten in de hoepel. En de volgende vastlopen. En daar mag ze. Zoek. Zoek! Eerst het wasje. En toen het speeltje. Brrr.
zijn hele slechte voorbeelden. Teddy! Teddy, kom! Ja. Yeah. Teddy, hier. Teddy, kijk eens. Teddy, hier. Oh. Ja, hier, kijk eens. Hier. Oh, hier, kijk eens. Oh, oh, oh. Ja, pak jij er vast? Zo, ja. Hij is in ieder geval al niet meer weg. Ik wil niet affecteren, wow. Nu wel. Ik wou net zeggen, ja. Het was eerst heel geregeld worstje. Ja. En daarna gewoon, ik wil dat speeltje mee hebben. Zachtjes. Oh ja, neem hem maar mee. Oh, ja. Zoek. Maar vast lopen. Pak hem eens vast, Erik. Lopen. Zit. Volg hier mee. Daar. Hier. Daar. Zoek. Hier. Up. Vooruit. Zo ja. Daar. Hier. Jip. Daar. En Theo, mag jij wel eens gaan lopen zo? Hier. En kom maar. Eens lopen. Volg. Ik ga dit zo nog een keer doen. De tip is dan, als je hem vanuit de hoepel zoekt, laat die riem eraan zitten. Loop erachteraan. En zodra hij dat heeft gevonden, pak je de riem op. En dan zeg je, hier! Dat hij dus niet elke keer tegen dat commando in kan gaan. Ik neem nog even de tijd. Zorg dat die snelheid erin komt door die riem eraan vast te laten zitten. En dat jullie ook lekker snel die riem pakken. Eerst te lopen. Pak je riem anders, hè? Ook al weet je 1000% dat je hond gelijk komt. Dan loop je er toch naartoe om die riem te pakken. En de volgende lopen. Hey. Zit. Hier. En zoek. Hier. Daar. Pak de riem. En roep de. Pak de riem, Yvonne. Hier. En roep de bij je. Daar. Volgende je lopen, ja. Zitten. Zit. Zoek. Volgende lopen. En neem er mee hierheen. Laat te zitten. Een klein buikje. Hij is ook een klein buikje. Jij er gelijk bij, hè? Ja. En op de bijen. Oh ja. Volgende lopen. Zit net mist, hè? Ja. De bedoeling was zo goed. Volgende lopen. Zit. Zoef. Pak de riem op. Pak de riem op. Juist. En roep de bijen. Hier.
Jij ook vastlopen, Theo? Ja, zeg maar. Nee, wachten. Wachten. Kom uit. Kom maar. Goed. En zit. Zit. Zo. Ik hoor iedereen nu dat zijn hondje het goed heeft gedaan. Ik vind wel niet. Iedereen. Echt. Niemand uitgezonderd. Waarvan ik had gezegd. Jullie moeten er achteraan. Jullie pakken dan, als die nog aan het zoeken is, die riem vast. En dan roepen jullie de hond. Jullie pakken die riem vast. En jullie lopen gewoon zo door naar je plek. Er is geen één hond die het commando heeft gekregen. Hier. En daar ging het hem juist om, hè. We wisten wel dat ze het worstje konden vinden. We wisten dat ze ook vooruit gingen en zoeken. Maar alleen dat hier, en het gros komt wel hier, maar wanneer het hun uitkomt. Dus wat ik dan eigenlijk wil bereiken, is dat die hond dus nog... Ik doe even net op dat Erik aan de riem zit, hè. Of dat die hond nog aan het zoeken is. Ik heb de riem pas opgepakt, hè. En dan krijg ik het tuintje, hij heeft de worst gevonden. En dan zeg ik dus, hier, en ik neem de riem mee. Ik ga eens achteruit en laat hem weg. Hier komen. En daarna naast. Dan is de oefening pas klaar. Ja. De twee buitenste klaarstaan. Jullie gooien zelf ook weer de hele oefening door de waai heen. Want ik zei, de hond moet af en blijven. Nou, kijk daar, er zaten twee honden. En dan gaan jullie hier een praatje houden. Terwijl die hond moet komen. Even allebei terug. Leg de hond af en blijf. Jongens, over 14 dagen... Schaam ik me eigenlijk dood als jullie zo'n examen doen. Weet je, nu hebben de tweede en de derde hebben nog het voordeel dat ze af kunnen kijken. Met een examen niet, hè. Ik ga dan alleen maar opdrachten geven en jullie moeten het uitzoeken. Ik ga dan niet meer uitleggen hoe het moet. Omdraaien. Roep je hond voor. Johnny, hier. Kom. Hier. Kom. Hier. Zit. Hier. En daarna naast, Theo. Theo, daarna naast. Dat is voet. Hier, kom maar. Zit. Goed zo. Kom maar. Zien jullie wat ik bedoel? Qua. Theo aan die kant. Hier van die kant. Dus als jullie dan met dat examen in één keer niks meer van mij horen. Dan ben ik onder de grond aan het wegkruipen. Diepe schaamte dat ik denk, nee, ze hebben het niet geleerd. Ja, ik snap dat het regent dat ze dat niet wil doen. Hier, kan je? En netjes voorzitten. En daarna naast. Dat is voet. De korte weg. Nee, maar de korte weg. Ja, zo. Dit is naast. Aan deze kant. Naast. Je hebt hier naast. Ja, zit. Oh, ja. En zit. Kijk. Goed zo, juffie. Goed zo.
even de riem onder je kont uittrekken. Nou, we gaan aan die kant. Ja, roepen voor je, roepen. Tanny, kom hier. Oh, ik had dat ook. Teddy! Teddy! Op zo ja, en weer terug naar die plek. Kom. Nova hier! Ja, zitten. Zit. Naast. Naast. Ja. Doet me goed, Astrid. Doet me goed. Er is nog hoop. Kijk, weet je, als je hond het niet doet, hè, dat hij niet blijft of wat ook. Laat ze twee heren tegenover elkaar. Dan vind ik dat niet zo erg als dat jullie het niet begrijpen. Dat vind ik zo stom. Bij de halsband en dwing de gewoon gelijk te luisteren. Ja. Yeah. Zit en los. Molly voor. Molly. 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 Maak het af, Molly hier. Hier. Voor. Oh, wat een kop zit erop, hè? Oh, wat een kop zit erop. Echt. Wat zeg je? Wat een kop zit erop. Echt, ze komt dan zo, hè? Zeik het. En dan, nou, naast ook. Nou, ik zal die kont opzij doen, hoor. Oh, ja. Ik wil naar die ballenbak. Ik vind dat leuk. Die spreekboekdelen. Ja. Alleen toen je begon met Molly. Molly, Molly, maak het af. Zeg wat de bedoeling is. Want als je alleen maar zegt Molly, 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 kan het voor haar betekenen. Hij is het mee eens. Ja, hij vindt het ook leuk dat ik naar die ballenbak ga. Nee. Maar ik kan hier dus niet alles aan doen. Nee, maar weet je, kijk, dat vind ik ook. Weet je, als die hond het een keer niet doet of... Maar de oefeningen zelf... Weet je, kijk, ze staan dan op papier. Ik ga er nog wel dit weekend er even bij zetten. Wat naast is en wat voet is. Doe me dat alsjeblieft niet aan, hè. Over 14 dagen. Dat iedereen staat naast. En die hond die gaat lekker voet, zo. Kijk, het is lullig dat ik het er nu bij zeg. Maar dat zijn... Echt dan punt aftrekken, hè? Jullie zitten dan in de VEG, hè? Potverdorie. Pak maar even allemaal je kleedje. We gaan even lekker terug plaats doen. Ik wil het ook met de riem doen, toch, hè? Ik ben slecht voorbereid, ik ben niet met mijn eigen auto namelijk. Oh, nou vooruit. Je mag het met de riem doen, ja. Zoek even lekker een plekje. We hoeven nou geen rekening te houden met schaalduw of zon. Mooi geluidstuk, lekker blijven zitten. Erik en ik lopen rond, wij kijken, luisteren. Je legt je hond, je begint met je hond op zijn plek neer te leggen. Daarna neem je hem mee. Hou je eigen zelf voor 3 passen. Verder hoeft het niet. 3 passen en dan draai je eigen om met je hond. Terug plaats en daar moet hij weer afgaan. Ga je gang. Molly hier. Molly. Molly. Molly hier. Molly. En daar. Hier. Daar.
Vruchtplaats. Ja, als die goed is gelukt, geen herhaling dan, hè? Je moet altijd op je best stoppen. Goed zo. Kort maar krachtig, mogen jullie de kleedjes weer wegleggen? Kunnen jullie niet zeggen dat we dat niet hebben geoefend? En dan mogen jullie gelijk je speeltje pakken. Mag ik even daar een bal uitpakken? Even, ja. Ja, hier herken jij. Dat is wat je wilt, hè? Ja. En dat gaan we dus niet allemaal tegelijk doen. Want zoals bij mensen ontstaat de jaloezie, hè, bij elkaar. Wat de een hebt, wil jij ook. Maar dat kan bij honden ook, want een bewegend iets is altijd leuk om dan daar naartoe te gaan. Dus eventjes allemaal ons de beurt. Vanaf je plek doe je dan 2 stappen naar voren. Je hondje zit. Je gooit. Je voorwerp. Apart. En je probeert die hond met zijn voorwerp weer bij je te krijgen. Yvonne, laat maar zien. Als jij aan die kant begint. Ja, dat kan wel. 2 stappen. Zit. En dan laten apporteren. Nee, jij samen met de hond, zodat ze weet dat jullie wat aan het doen zijn. Zo, zit. Ja. Apport. 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 Goed zo. En goed, zo aardig stil. Zie je dit? Yo. Hé, dank je wel. Snel. Twee passen. Laten zitten. Oh my. Zit. Zitten. Zit. En dan apart. Apart. En hier. Apart. Ja, dat is een apart. Niet interessant. Apart. Apart. Dat halen. Probeer je hem toch samen met de talen en dan samen hem vast te pakken. Kom hier. Beur de bal op. Ja, en dan samen achteruit. Apport, weer terug naar je plekje. Nee, dat vindt ze niks. Maar ja, attributen niet bij je hebben, moet je weer zo'n stomme bal lenen. Oh. Zit. Apport. Apport. Apport, Jippie, pak de balletje. Pak de balletje, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Oh, super. Goed zo. Ja, super. Keurig. Heb je met hem ook al geprobeerd dat het iets, als je iets langwerpigs hebt, dat je het wel kan beetpakken of nog niet? Nee, heb ik nog niet geprobeerd. Moet je eventjes kijken of dat lukt, want nou gooit hij hem keurig terug. Ja. Maar stel je voor dat het nou iets langs is en je kan het vastpakken, want dat gaat gewoon niet met een balletje, makkelijk zat, dat hij het ook nog netjes in je handen aan kon geven. Ja, oké. Okay. Even proberen. Ik ga kijken wat ik heb. Kom maar, Jippie. En dan ga je eens achteruit en dan dwing je er om mee te gaan. En dan probeer je dus of ze op de terugweg het vast wil pakken of wil spelen. Nou, er zijn erbij die het echt subliem doen. En voor de rest heb ik ook, minstens aan deze kant heb ik ook gezegd van wat je dan het beste kan doen. Kijk, weer zo'n voorbeeld, hè. Stel, 14 dagen examen. Het apporteren komt. Jij als baas doet het perfect. Hè? Er wordt gezegd, zet je hond neer. Gooi je voorwerp weg.
Commando rapport. En jouw hond loopt op dat moment lekker langs het voorwerp heen. Geen interesse. Jij zegt dan tegen je hond netjes rapport en je loopt naar je speeltje toe. Pak zelf je speeltje. Achteruit terug. Hopelijk pakt hij hem dan. Komt hij achter je aan. Dat vind ik niet erg als die hond geen zin heeft. Voor die hond heb ik begrip. Maar als jullie dan, bij wijze van spreken, staan. Heb je een dag gezien hoor? Ja, nou ja, laat maar. Denk ik dan. Het gaat erom, ze zeggen altijd, je moet de mens opvoeden. Ja, en geloof me, als je het zelf goed in je hoofd hebt zitten, gaat die hond het ook doen. Kijk, ik kan een hond niet kwalijk nemen als die dan met een examen hier helemaal in zijn uppie loopt en denkt van, ik weet het niet hoor, maar wat is de rest? Ja, die rest die zit daar. Lekker allemaal broodjes kroketten en een broodje frikandel te eten. Baas, wij moeten daarbij zijn. Heb ik begrip voor. Behalve als jullie dat hebben. Zo van, nou, ik blijf lekker daar, want daar hebben ze lekker broodjes. Snappen jullie mijn bedoeling hierin? Ja? Dus de hond is nooit fout. Bij mij dan. Maar voor jullie heb ik dan plaatsvervangende schaamte. Heet dat, hè? Dus, ja. Dan staat er ook in die lijst dat blijven uit zicht, hè? Hebben jullie dat gelezen? 2 minuten. Nou, zijn we met deze groep nog nooit aan de 2 minuten gekomen. Maar wij gebruikten daar steeds dat net voor, hè, dat jullie uit zicht waren. Omdat we nu dan zo'n mooi veld hebben, want normaal gesproken zeg ik uitzicht. Leg je hond hier maar neer en ga zelf maar bij het huisje zitten. 2 minuten. Dat die hond jou echt niet meer ziet. Dat is uitzicht. Dat doen ze hier niet. Dus we hebben het net als vervanging. Uitzicht. Dus volgende week heb ik gewoon als extraatje weer dat net hier hangen. Gaan we het weer eventjes doen. We gaan dat dus ook niet met het examen 2 minuten doen. Maar bedenk wel, jouw hond is hier dan alleen. Dan gaat die baas die erbij is ook nog eens een keertje zagen verstoppen. Dubbel op. Ik ben alleen. Mijn baas verstopt zich. Ik ga naar mijn baas toe. Ga je heel snel krijgen dan. Dus probeer thuis met het commando blijf. En het maakt me dan niet uit of die zit af of wat dan ook doet. Maar ga thuis ergens achter een boom staan. Of wat je ook tegenkomt. Als je zo'n hele grote vrouw tegenkomt, ga achter u staan. Ben je ook uit zich. Maakt mij niet uit wat jullie verzinnen. Maar laat die hond merken dat ook al ziet hij even niet, dat je ook wel weer terugkomt bij hem. Ja? Nog meer huiswerk. Oh. Wij gaan nog even bij jullie langskomen. Voor het handje geven. Tandjes kijken. En het staan en betasten. En luister, voordat we beginnen. De hond moet blijven zitten als wij die hand geven. Dus duidelijk, als we eraan komen lopen, blijf, zit, mag niet opspringen. Hand geven. Daarna stappen wij 1 pas terug en dan vragen we, mogen we de tandjes zien? Dus, hond zittend naast je, tandjes kijken. Als ik dat heb gedaan, dan moet je je hond het commando staan geven.
Doe niet zo stront eigenwijs en maak er nog misbruik van dat je niet op een examen bent. Pak met je ene hond je hand in de halsband. Met je andere hand onder zijn buik. Geef hem duidelijk het commando staan. En blijf hem even vasthouden totdat wij je hond hebben aangehaald. Dus niet staan. Even zoals het bedoeld is. Puntjes op de i. Ja? Zit. Charlie, zit. En blijf. Zit. Zit is het belangrijkste met tandjes kijken. Okay, ja. Zit. Hey, zit. Tandjes kijken. Staan. Staan. Goed zo. Doe jij het hartstikke goed. En daarna los je het op met weer naast je zitten. Zit. Zo, even de tandjes zien. Keurig. Nou, ik hoef niet te zien wat ze hebben gegeten hoor. Dat hoeft niet. Mag ze staan? Doe nou. Staan. Hou die hand erbij, hè, onder de buik, hè, als staan. Hulpmiddel. Goed zo. Goed zo, keurig. Netjes. Blijf. Hoi. Hey, dank je, Sim. Nee? Het is een tentje. Een tentje. Nee. Een ander is een beetje angstig. Laat hem maar staan. Blijf staan. Niet zo. Hoor je dat je zegt? Staan. Vrouwtje, ik heb dat examen al gedaan. En ik heb het heel goed gedaan toen. Dus je hoeft niet met mij te oefenen. We zijn lekker op vakantie dan. We zijn lekker op vakantie. Ja, wij zitten dan in de auto. Dan, hij zou hier zijn. Graag niet tellen. Bentjes. Snor. 2 dagen in de auto. Hè, niet? Staan. Oké, ga eens even lekker zitten. Kom hier. Het wonder is geschied, hè. Zie je dat ze vanzelf rustiger wordt? Ja. In plaats van in het begin zo kijken. Ja. Netjes hoor. Ja. Of het nou met die sterilisatie te maken heeft, weet ik niet. Maar je ziet echt dat ze... Ja. Hey. Wilma, zijn er met examen mensen in het veld die dan van die worstjes in de zak hebben? Die zijn ook weg. Staat geen ballenbak. De aandacht is... De enige wat er in het veld is, is degene die de punten opschrijft. Ja. Meestal zijn dat er 2. En die zitten gewoon op een stoel daar. En voor de rest ben je helemaal alleen. Ja. Met mij. Nee, want ik merk wel dat moeilijk wordt ook een beetje afgeleid door dat rode zakje wat in die jas zit daar. Ja. Nou, weet je, ik hoop dat ik zelfs geen jas aan moet. Dus dan worden ze ook niet afgeleid van, ze hebben misschien ergens in die zak wel wat zitten. Maar ik wil alleen zeggen, het ligt dus niet alleen aan de baas. Nee, tuurlijk niet. Ik zou niet weten aan wie het dan moet letten, want aan de hond leg het niet, hè. Maar als jij zegt dat het niet aan de baas legt, ben ik het met je eens. We zullen zien. Mensen, vanwege dat het vandaag niet zo heet is en dat het eigenlijk ook lekker is voor de hondjes, vind ik dat ze goed de best hebben gedaan. Luister, hè, de honden hebben goed de best gedaan. Ik wil even lekker naar hiernaast en dat ze heel eventjes weer as vanouds met elkaar kunnen spelen. Kijk,
kijkers, er zijn er een paar die ze hebben eindelijk samen gegaan, die zijn op reis volgens mij. Ja. Maar ik zal eens kijken of die jongen... Gewoon, dat is juist leuk om het te bekijken voor iedereen. Ja, kijk, want nu ben je maar die man die zaterdags met de hond weggaat. Ja, dat vinden ze heel relaxed. Dat bedoel ik. Maar dan kunnen ze wel, kan je wel een keertje ook laten zien wat je allemaal hebt gedaan. Nou, maar het is grappig dat je dat zegt, mijn jongste Joppe. Ja? Die gaat dan met de hond uit en dan zegt hij, papa... Het is wel fijn dat als ik uit het park kom en ik zit op de stoep, dat ze gaat zitten om de riem om te laten doen. Of als... je dat even eraan wil leren. Nee, maar dat valt hem op. Dat ja, ja. Oh, hij vindt het fijn dat ze dat doet. Ja, nee, precies. Dan denk je, shit, bij mij doet ze het niet. daar zegt hij dus mee, van ja, weet je, ze leert dus wel een ja. beetje. Hoe, nou, daarom. En ja. dat is gewoon... En heb ze speciaal de man... De laten filmen en naar mij doorgestuurd. Ik ken het! Het is net dansen. Ja, leuk. Durf je hem nog niet qua dingen naar die los te laten? Nee. Het was een bouvier deze hond. Ja, het was een bouvier. Een jonkie nog? Twee jaar. Okay. Maar die hond die ging... Nou jongens! Dat hoort niet. Ze denken zo, we mochten net niet springen. Doen we het nu. Maar haar hond begint dus tegen alles verschrikkelijk te blaffen en op een manier met springen en dat ze hem bijna niet houdt. Nou, en nu is het toch aardig. Hij is 3 keer of zo na 1 training. Dinsdag is hij weer aan de beurt. Jouw hond die mag nog niet los vanwege dat hij gecastreerd is. Ja, nee, dat ik kan me voorstellen dat je... Bootjes zijn er, ja. En die anderen nog wat van... Ja, die wil helemaal niet meer rennen, want die denkt dat... Ja. Maar merk je dat in de teen al? Ja, alles... Nee, ik bedoel ook. Doe je nog privélessen geven, of niet? Om eens een keer... Ons ga maar. Dat doe ik. Nee, pas op. Het is een hartstikke leuke hond. Maar mensen sowieso. Het enige is, hij komt in je handen happen. Bij mij krijg je lekker. Op een gegeven moment krijg je dat eruit. Totdat er iets gebeurt. En dan, ja, dan begint hij weer opnieuw. Ja. En de andere reu is die wel... Oké. Als hij op straat loopt dan... En terwijl het dan met hem gelijk goed ging. Prima. Denkt, dat is wel apart, toch? Heel apart. Misschien dat te maken heeft dat hij wel geen gecastreerd was natuurlijk. Hij gaat ook niet op een afstand al ruiken van hoe of wat. En als hij dan met elke andere al moeilijk doet, dan... Ja. Met hem ging het in één keer goed. Dat zou ik ook niet aan begonnen, want dat was, dan ging hij ook mee kijken. Ik wou net zeggen... Dat was de eerste keer. Goed kwam met laag. Dan moet je maar eens een keer doorgeven wanneer je tijd hebt om dat te doen. Ja, je moet gewoon bellen en dan kunnen we een afspraak maken. Ja. Want ik noem het ouderdom. Ik kan niks meer uit mijn hoofd. Ik moet mijn agenda erbij hebben.